Ja, deze foto die staat echt werkelijk in alle kranten, alle voorpagina's. Van der Steur samen met Mark Rutte. De hut, de knuffel, viel op. Zo'n een beetje... Arie, ja. Hoezo ben jij trouwens geïnteresseerd in een mannenknuffel? Hoe komt dat jij zo... Sowieso, de knuffel is ondergewaardeerd natuurlijk. Is de knuffel ondergewaardeerd? Nee, in mijn programma zitten boordevol knuffels altijd. En dat vind ik sowieso mooi al. Maar ik hou ook echt van dat fenomeen. Ik denk, in onze tijd is het sowieso belangrijk om zo'n symbool van verbinding, liefde, vertrouwen, warmte. Dat zijn mooie dingen. Maar je hebt mensen die dat heel makkelijk doen. Ja. Ik ben een makkelijke knuffelaar, maar je hebt ook mensen die dat heel moeilijk doen. Weet je, hebt ook mensen die... Van Steur bijvoorbeeld. Ja, dat is een hele moeilijke knuffel. Maar wat maakt dit zo ongemakkelijk? Het is een beetje... Nou, hier zie je sowieso, dan ben je eigenlijk nog de minister van Justitie. Dat is een stoere functie. En die wordt hier in één symbool gedegradeerd tot een huilend schooljongetje dat naar zijn vader komt omdat hij gepest is op school. Ja. In één klap. Zullen we het beeld erbij pakken? Want kijk, hier is het bijvoorbeeld maar ook bewegend beeld. Dan zie je het. Je moet eerst echt in de hoek kijken beneden en daarna zie je het nog een keer gebeuren. Kijk, hij heeft net gezegd: ik geef mijn functie terug. En daar zag je hem. Ja. En dan nu komt hij nog een keer. Kijk, dan komt Rutte komt erin. Nu staan allemaal camera's op de schouder. Klap, klap, klap. Maar wat is dan een echte mannenknuffel? Ja, dat weet ik ook wel eens niet. Er zijn heel veel verschillende knuffels. Wat je hier ziet, dat is de meest voorkomende natuurlijk. De ongemakkelijke. Zo, dat heel ongemakkelijk. Zullen we wij gaan knuffelen? Oké. Okay. Kijk. Oh, leuk. Veel mannen, het begint hiermee. Je komt iemand tegen, je ziet elkaar. Gaan we knuffelen, gaan we handschudden. Daar begint het al. Ja, heel goed. Ja. Want je doet eigenlijk het beste om te doen is dit. Hier ben je helemaal veilig. Dit is een goeie. Dit is een goed geluid. Het kan een hand blijven. Ja, zeker. Je komt met deze erin. Op het moment dat Umberto nou aanstalten hier staan, zou maken... Hier staan, ja, ja, ja. Als hij aanstalten maakt, ja, dan die, weet je... ik... Ah, ja, komt okay. Maar doet hij dat niet, dan kan ik nog altijd dit doen. Hey! Hey. Hey. Je hebt geleerd! Ja, deze is essentieel. Arie, wanneer, hoe weet je nou dat hij aanstalten gaat maken? Ik ben echt een heel ongemakkelijke knuffelaar. Deze hand. Jij bent de ongemakkelijke knuffelaar. Ja, ongemakkelijk. We komen erin. Die hand, kijk. Ja, zie je? Ja. Je moet lezen... Ja, je moet lezen. Allemaal lichaam. Je hebt nog steeds wel de armen tussen de knuffel in principe. Juist. Ja, maar luister. Dus maar eigenlijk, maar als je elkaar echt goed kent, hoef je niet eens eerst die hand, dan doe je meteen deze. Toch? Kijk, daar was dit ziet er wel ongemakkelijk uit. Ja, dat is wel een beetje... Waarom? Dan kom jij dan hier. Kom jij hier. Waarom is je ongemakkelijk? Ja, ik weet niet. Omdat het... Ja. Ik weet nu al. Ik geef gewoon altijd zo en altijd. Kijk. Snap je? Zag je wat hier gebeurt? Ja, maar als ik zo doe... Dan... Maar jij doet het ongewenst, want je wacht niet eens af. Kijk, jij doet meteen dit. Dennis, hoe moet je dat doen? Hoe ga jij dat doen? Hoe ga jij dat doen? Als ik nu dus met Jan, met Arie Boomsma... Ja. Let op. Ja, ik kom aan nu. Met Jan Kooijman. Met Jan. Let op. Ik ben klein, hij is heel groot. Hij is groot, ja. Hij blijft altijd ongemakkelijk, let op. Ja. Ja. Luister. Dit zijn de verschillende. Ja. Die van Giel is het meest voorkomend. Die gebeurt op straat, die gebeurt in alle videoclips. Dat is een hele veilige. Er zit een arm tussen. Ja, maar dit is niet, dit is niet lekker. Dit is een ferme klap op de schouder. Ja. Er is afstand. Dan verdient hij een kusje. Ja. Maar nu heb je deze. Hé. Hey. Ja, maar... Ja. Maar die moet je dus heel erg uitkijken dat die nooit langer dan 2-3 seconden duurt. Want als je dit doet... 21. Is lang. Heel ongemakkelijk. Is lang. Wordt ongemakkelijk. En voor jou, hè? Bedoel, stel je voor, kan je Lucille ook of Karel ook een knuffel geven? Geen maar Macau. Altijd anders. Ik ben ook niet van de knuffel. Bij een vrouw zou je bijvoorbeeld nooit dit doen. Nee, natuurlijk. Dat doe je niet. Die hou je vast. Bij een man ook niet. Dat doet pijn. Maar